Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. In deze aflevering zullen we kijken naar een vers uit 1 Korinthe, hoofdstuk 1, vers 18. En hij gaat als volgt. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Iemand zei een keer tegen mij, er zijn heel veel mensen die het kruis dragen als sieraad. Niet met een bepaalde betekenis. En toen dacht ik aan deze vers. De mensen die Christus niet kennen, de mensen die dus verloren gaan, zien het kruis als dwaasheid. Wat is dwaasheid? Als iets geks of misschien als een stuk hout. Ze zien het kruis gewoon als een stuk hout. Maar voor ons die behouden worden, is het kruis een kracht van God. Waarom is het kruis voor ons kracht? Nou, Jezus heeft het kruis gedragen voor ons. Vroeger was het kruis, in het Oude Testament, was het kruis een vorm van schaamte. Eigenlijk alle dieven, de slechte mensen, de moordenaars, die werden op het kruis werden gekruisigd om echt te laten zien van jullie zijn slecht. Maar toen Jezus het kruis heeft gedragen, heeft hij dit omgezet naar trots. Hij heeft het gedaan met liefde voor ons. Hij heeft al onze zonden op zich genomen om dit kruis te dragen en het kruis te dragen en is gekruisigd voor ons. Dus, voor ons is het kruis een kracht. Waarom zijn er mensen die het kruis tatoeëren? Waarom hangen we het kruis op in onze kerken? Waarom hangen we het kruis op in onze huizen? Waarom dragen we het als kettingen? Dit doen we als belijdenis van ons dogma. En wat betekent dat? Dat is een uiting van ons geloof. Zonder het kruis was er geen Christus. En zonder Christus was er geen christendom. En hadden wij dus geen geloof. Het kruis is dus ons leven. En daarnaast is het kruis ook voor ons een vorm van kracht. Want door het kruis kunnen wij de wereldse dingen doorstaan. Kunnen wij de moeilijkheden in de wereld doorstaan. Daarnaast is ook het kruis voor ons een teken van kracht. Waarmee we de duivel kunnen verslaan. Dus, als we nog een keer naar de vers kijken, want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Glorie zij God tot in eeuwigheid. Amen.